ben gevraagd om iets te vertellen over dit boekje. En dat ga ik ook doen. En dit boekje heet En Nou Mag Ik Even. En het gaat over burgerschap. Wat het is en wat je ermee kunt. En ik heb dat geschreven met Evelien Tonkens. Mijn collega Evelien Tonkens. En we zijn politicologen. En wij geven les over dit soort vraagstukken aan de universiteit. En we doen er ook onderzoek naar. En de uitgeverij Boom vroeg ons van schrijf dat eens een keer een beetje op. Zodat het ook voor jonge mensen of voor een algemeen publiek toegankelijk is. En dat hebben we met veel plezier gedaan. En het is natuurlijk een slechte boodschap van de schrijver zelf. Als iemand zegt het is een leuk boek, maar het is best een leuk boek. En ik wil daar twee dingen uitlichten waar ik iets over wil zeggen. En ik wil eigenlijk aan jullie ook vragen... ja, willen jullie dat ik doorga of wegga? Steek je hand op als je wil dat ik wegga. Nou, ik bedoel, we hier kunnen gewoon met hand opsteken stemmen. Dit is het boekje. Ik wil er een paar kwesties uitlichten die ik wil laten uitmonden in waarom ik mee heb geschreven aan een advies dat ten grondslag ligt aan de andere kant van de zaal, aan het congres. Ik heb meegeschreven aan een advies over linkse samenwerking. En daar zit een idee achter en dat idee zit eigenlijk ook in dit boekje. En daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe praten. Even kijken, dus dit boekje gaat over, we beschrijven hier een aantal problemen waar de democratie nu mee worstelt. En de belangrijkste eerst is versplintering. De enorme toename van politieke partijen in het parlement. En dat komt door allerlei dingen, maar een van de dingen die we in dit boekje benoemen is dat er onder mensen een heel begrijpelijk verlangen leeft om te zeggen, geen enkele politieke partij past precies bij mij. Dus je kunt mensen enorm bedienen door telkens maar weer niches te formeren. De Partij voor de Dieren, maar je krijgt straks natuurlijk ook wel de Partij voor de Immigrantendieren en de Partij voor de LBA-GTI-dieren. En dat kun je helemaal tot in de grootste gekte doorvoeren. Ik heb met vrienden, toen ik in het buitenland woonde, die mensen konden niet geloven dat er in Nederland een partij überhaupt in het parlement zat die namens de dieren daar sprak. Dat was zo wezensvreemd voor ze. Maar in Nederland is dat normaal. En niet alleen de dieren, maar het is ook Bijeen en Denk en de SP en 50PLUS. Nou, het telt op tot 20 inmiddels, hè, geloof ik, of niet? 21 inmiddels, ja. En aan de ene kant is dat prachtig, want het bedient natuurlijk... De opkomst is hoog voor het parlement. Dus 80% of zo, 85. Dus dat is gezond. Mensen komen met plezier stemmen. Maar het leidt ook tot een permanente navelstaarderij. Dat parlement is eigenlijk de hele tijd met zichzelf bezig. En hele lange formaties. En de uitstraling van het parlement is eigenlijk gewoon best wel onder de maat. Aan die versplintering zou iets moeten gebeuren. En dat is de onderliggende gedachte. En we beschrijven dat in dit boekje. Daar zeggen we dan van ja, gek verschijnsel. Geen enkele partij past precies bij mij. En censuur. En we proberen daar uit te leggen dat wat je ook doet, dat als je burgerschap bedrijft, dat het er altijd om gaat dat je in staat bent om een paar verschillende belangen die je hebt tegen elkaar af te strepen en dat je bereid bent om concessies te doen, ook binnen je eigen voorkeurenpakket. Dat het niet kan, dat je een land niet kunt runnen als iedereen zijn hele eigen particuliere voorkeuren verdedigd wil zien en de rest van de rest zegt, laat maar zitten. Het is natuurlijk relevant op dit moment, omdat we natuurlijk dadelijk, of dat er nu ook gepraat wordt over hoe groen de Partij van de Arbeid kan zijn en hoe rood GroenLinks kan zijn en of dat allemaal geloofwaardig samen te brengen is. En ik denk zelf dat die verschillen veel en veel en veel te groot gemaakt worden. En dat dat eigenlijk niet zo chic is. Dat we ons totaal blind staren op een paar kleine verschillen. Het narcisme van het kleine verschil hebben we dat ook in de tekst over die linkse samenwerking genoemd. Dat is eigenlijk een term van Freud die ooit daar het antisemitisme mee verklaarde. Want die had het over, zeg maar, als de christenen en de joden helemaal op elkaar lijken, behalve dat hele kleine beetje, dan is dat dat noemde hij narcisme van het kleine verschil. En dat zie je natuurlijk ook nu in links-Nederland. Dat alle linkse mensen kunnen heel graag zeggen, ja, maar nee, maar dat clubje is net ietsje beter dan jullie club. En jullie club doet iets heel doms. En mijn clubje doet dat net wat beter. Met als netto resultaat is dat er 10, 12 woordvoerders
namens Progressief Nederland staan te dringen bij de microfoon. En de boodschap totaal verwaterd, wegvalt, verloren gaat. Dus het gaat vooral, dus dat, de één hoofdstuk in dit boekje gaat over die versplintering. En we proberen daar aan jonge mensen uit te leggen, stop met het groot maken van de kleine verschilletjes. Stop daarmee. Je moet bereid zijn om binnen jezelf in gesprek met anderen te zeggen, oké, nou, ik vind dit wel echt van belang. Dit ene onderwerp, inkomensverdeling of klimaat of zoiets, iets groots. En dan ben ik bereid om een klein beetje concessies te doen aan de rest van mijn identiteit. Dus ik hoef mijn identiteit niet aan alles en iedereen op te leggen. Dus dat is eigenlijk het eerste. Er zijn ook nog wel een paar andere kwesties die we ook in het boekje bespreken. Dus dat is enorm probleem met gezag, zo langzamerhand in termen, niet in termen van de politie, want mensen luisteren eigenlijk over het algemeen best goed naar de politie. Het is een beetje een mythe die je af en toe wel in de krant ziet, dat de politie geen gezag meer zou hebben. Maar dat valt reuze mee. Maar mensen zijn wel, vinden het ongelooflijk moeilijk om duurzaam naar leerkrachten te luisteren, of om duurzaam naar mensen te luisteren die instructies willen geven. Ja, dat is wel echt een soort, daar is echt wel een kleine gezagscrisis in termen van, ja, democratische deugden. Dus dat mensen af en toe even kunnen denken van, hey, heeft misschien iemand wat langer over deze kwestie nagedacht. Laat ik eens in gesprek gaan en eens horen wat ik ervan kan leren. Dus in die termen, dat bespreken we ook in dit boekje. En er is ook een serieus probleem met de meritocratie. Maar dat gaat meer over de met de democratie. Maar dat gaat over de uitkomst. Of dat gaat over de meritocratie. Dat onze democratie zoals die nu is, produceert eigenlijk bijna noodzakelijk ongelijkheid. Omdat we heel veel beloning geven aan talent. We geven heel veel beloning aan kinderen die goed kunnen leren. Want die stromen namelijk heel snel door. Van de basisschool naar het VWO, naar de universiteit, naar de mooie banen. Naar een langer leven, naar een gezonder leven. En dat komt allemaal alleen maar door het feit dat ze goed kunnen leren. Als je goed kunt leren, krijg je meer status, en meer inkomen en een langer en gezonder leven. En dat is eigenlijk best wel problematisch, dat een gezond en gelukkig leven overwegend bepaald wordt door je succes op school. En door de mate waarin je in staat bent om je intellectuele talenten aan te spannen. En het zou, en dat beschrijven in dit boekje, het zou veel beter zijn als we een flink deel van de samenleving zo zouden inrichten, dat ook andere talenten tot hun recht kunnen komen. Creativiteit, kunnen dansen, kunnen zingen, in staat zijn om loyaliteit te tonen, in staat zijn om vriendelijk te zijn. Dat, er is geen enkele beloning in deze samenleving op vriendelijkheid of op hoffelijkheid. Terwijl dat is echt wel een vrij belangrijk talent. En dus we houden ook een klein pleidooi om andere dingen te belonen dan alleen maar IQ. En het laatste probleem van de democratie dat we bespreken is dat er zijn steeds meer grenzeloze kwesties bijgekomen. Kwesties die we eigenlijk niet binnen Nederland zomaar op kunnen lossen. Migratie, klimaat, dat zijn kwesties die krijg je niet in het parlement gepropt van Nederland. Die krijg je soms al bijna niet in het parlement van Europa gepropt. Wat moet je daar nou mee doen? Die zetten dus allemaal, dat zet de democratie allemaal onder druk. Dat maakt dat mensen die democratie eigenlijk niet zo vertrouwen. Dat ze denken van ja, wat is dat met die uitkomsten? Dus dan gaat het boekje uiteindelijk zeggen van, aan de ene kant zijn er heel veel mooie plannen, er is heel veel beleid om er iets beters van te maken. Burgerberaden, veel meer referenda, dus veel meer mogelijkheden om mensen mee te laten doen, zelf een plek te geven in die democratie. En die zijn eigenlijk allemaal goed en die moeten allemaal, bevochten worden. Maar er is ook, en daar gaat het voor een deel ook over, er is ook echt noodzaak tot meer samenwerking tussen volksvertegenwoordigers, tussen mensen die ongeveer dezelfde wereldbeelden delen, om de verschillen wat aan de kant te zetten en te focussen op de overeenkomsten. En dat mondt dan weer uit in dat onwijs goede advies dat jullie in Socialisme en Democratie nu kunnen lezen over het stappenplan voor een linkse samenwerking. Dus zo kom ik van het boekje dat ik vorig jaar geschreven heb met Evelien, moeiteloos in het boekje dat nu in het artikel dat nu in SND staat. En dat ik jullie van harte kan aanbevelen om grondig te bestuderen voordat je overgaat tot deelname aan de stemming. Omdat als de Nederlandse democratie, of misschien ook wel de Europese democratie, iets nodig heeft, dan is het dat er gewoon minder bezig zijn met je eigen navel. Minder bezig zijn met die paar kleine dingetjes die voor jou heel erg van belang zijn. En zien dat ongeveer de helft van Nederland heeft linkse opvattingen. Ongeveer de helft van Nederland verlangt naar progressieve politiek. Ongeveer de helft van Nederland ziet eigenlijk de hele regering die we nu hebben niet zitten. Ziet dat als een totaal afbraakbeleid. En ze hebben een punt. En die mensen kunnen we bedienen, of die kunnen we op de een of andere manier verenigen. En we kunnen ze een beetje in een sop laten gaarkoken.
En ik denk dat doorgaan op dezelfde voet is in de top laten gaan koken. En ik zou dat erg jammer vinden.